Lang geleden studeerde Eurocommissaris Frans Timmermans in Nijmegen. En deze week was hij er weer. Timmermans kreeg de Vrede van Nijmegen penning. Hoe is het om weer in Nijmegen te zijn? Ja, we kwamen er net achter dat het 42 jaar geleden is dat ik hier ging studeren. Dus, maar het is altijd leuk om in Nijmegen te zijn. Wij geven Frans Timmermans een super applaus. De penning wordt elke twee jaar uitgereikt aan mensen die veel hebben betekend voor vrijheid en veiligheid in Europa. Hij heeft volgens mij zelfs nog meegewerkt aan het toenmalige Europees verdrag. Het werd wel eens de grondwet uh, genoemd die gemaakt moest worden. En uiteraard de laatste jaren heel erg actief uh, op gebied uh, in, binnen de Europese Commissie. Met name ook rondom uh, klimaatakkoord de green, green Deal. Timmermans is trots op de penning en wil zich ook inzetten voor de vrede in Nijmegen. Dat wil zeggen, vrede is niet de afwezigheid van oorlog, maar is een voortdurend investeren in een samenleving waar je ruimte laat voor elkaar, waar je respect hebt voor elkaar, waar je zorgt dat de pers vrij is, waar je zorgt dat de rechters onafhankelijk zijn, waar je zorgt dat er solidariteit goed georganiseerd wordt. Dat is vrede voor mij en ik vind het heel fijn dat ik dat vandaag nog eens mag benadrukken. Toch vindt een aantal natuurorganisaties dat Timmermans de penning niet verdient. De Eurocommissaris pleit namelijk voor biomassa, energie opwekken door middel van houtverbranding. En een petitie daartegen is inmiddels door 800 mensen ondertekend. zo zijn, en ik blijf erbij, wij kunnen onze doelen voor duurzaamheid niet halen zonder biomassa. Het gaat erom wat voor biomassa. En men loopt de hoop tegen slechte biomassa. En daar ben ik ook nog met z'n eens ook. Het is niet de bedoeling dat we hele bomen omzagen om die in kleine stukjes uh, uh, hout in de oven te laten komen. Maar het is wel mogelijk om afvalhout, om sprokkelhout en andere biomassa te gebruiken om daar energie. Uit te halen, dat is alleen maar goed. Dus ik ben het mee eens als je zegt: we willen geen slechte biomassa. Maar een algeheel verbod van biomassa is heel onverstandig, want daarmee zullen de doelen van duurzame energie nooit gehaald worden.